Milano Koenders is een van de spelers van Heracles met een verleden bij Ajax. De verdediger genoot zijn complete jeugdopleiding bij de club uit Amsterdam. Ik heb dat 10 mooie jaren mogen voetballen en ik heb er mooie herinneringen aan overgehouden. Ja, het beeld bestaat dat Ajax een hele kille club is. Heeft het ook een warme kant? Ik heb het nooit zo ervaren. Ik heb Ajax altijd ervaren als een hele mooie warme club. En ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Heb je nog een speciaal gevoel bij Ajax, als je er 10 jaar hebt gelopen? Ja, ik ben natuurlijk een echt Amsterdammer. Dus Ajax blijft Ajax. Voor mij een van de mooiste clubs. Maar zondag zetten we dat gevoel gewoon opzij en die wedstrijd willen we gewoon winnen. Ja, dat is ook een klein jochie, was dat je droom? Sliep je onder een Ajax-dekbed? Nee, dat niet. Het was inderdaad wel een droom om Ajax in te halen. Ik denk van veel jeugdige spelers. En destijds hadden ze natuurlijk pas de Champions League gewonnen, dus het was allemaal een stuk groter. Maar ik heb heel wat mooie jaren daar gehad en ik ben blij dat ik nu gewoon via een andere weg toch de top heb bereikt. Wat was nou jouw hoogtepunt? Nou, mijn hoogtepunt was dat ik mijn contract daar mocht tekenen en dat ik daar 10 jaar heb mogen spelen. Zoals ik al zei, een hele mooie club. Voor mij een van de grootste. En het is voor mij gewoon een hele mooie periode geweest. Volgens mij zat je ook in een aardige lichting, of niet? Ja, ik zat inderdaad in een hele leuke lichting. Met de spelers als Urbi Emanuelsen, Ryan Babel, Kenneth Vermeer, Robert Schilder, Quincy Owusu Abeyi. Heel wat leuke spelers, ja. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik denk dat wij gewoon vol voor de overwinning moeten gaan. Ik denk dat wij gewoon moeten spelen en dat wij ook nog kampioen kunnen worden. En als je er volop klapt en er een fysieke wedstrijd van maakt, denk dat je gewoon kans maakt. Heb je nog contact gehad met Lering Duarte? Ja, die spreek ik dagelijks, dus daar heb ik nog wel contact mee. Wat zei die? Ja, dat Ajax voor het kampioenschap zal gaan hier. En ik heb tegen hem gezegd dat dat mooi niet zal gebeuren, dus we zullen het zien zondag.